Hallo kijkers en toekijkers, goed nieuwe video. In deze video gaan we FIFA 20 carrière mode doen. We beginnen met de eerste wedstrijd in de Belgische competitie. Is gelijk tegen Charleroi, toch wel een moeilijke ploeg. Mijn gelijkspel is ook al goed in Charleroi, want... Maar ja, natuurlijk wil ik altijd gaan voor de overwinning, maar het blijft toch wel moeilijk uit. We hebben de bal dik gehouden en nu is het aan ons om de aanval in te gaan. No! Oeh, ik denk gewoon dat ik mijn B-elftal heb opgesteld, dat is niet de bedoeling. Dus volgende wedstrijd gaan we dan weer met ons andere elftal gaan spelen. Hallo. Mijn controller doet het niet. Ik zal het niet meer gebeuren en wauw, we staan nu al op achterstand. Dus het is geen goede start van de competitie. No. Oh, gelukkig. Nu is dat onze kans om te scoren. Wow, leuk. Nu is al 2-0. Het gaat echt niet goed. We gaan bijna beginnen aan de tweede helft, maar ik hoop nog dat ik deze aanval kan afwerken. Ah, hij fluit nu al af. Ik kon ook mijn aanval misschien afwerken gaan doen, maar de scheidsrechter vond het nodig om af te fluiten. Oké, nu moeten we al zien te scoren, anders komen we in de problemen. En nu de kans, die moet je afmaken. Schiet! Oh, paal! En nog eens kans, schiet! Oh nee, schiet dan. Oh, paal, weer paal, en de goal! Oké, dan toch nog de ene redder. Is het Canadees die gescoord heeft of wie is het? Ik zal het zo misschien zien. Ik weet het nog niet. Ja, dit is de Canadees Jonathan David. Dan de tweede helft is dan toch weer iets beter dan de eerste helft van de... Eerste helft konden we helemaal niet scoren en nu wel. Oké, daar zaten we tussen en het is waarschijnlijk al afgedaan, ja. Eerste wedstrijd verloren, jammer. Maar we hebben toch wel een beetje hoop door die ene goal in de tweede helft. We hebben versterking nodig, dat is zeker. En ik dacht misschien aan Verscharen. Hij is 18 jaar en... Hij heeft de potentie om een topper te worden. Met jeugdstraf ga ik ook een scoutsnetwerk opzetten. We gaan gewoon voor de Belgische squad en we sturen hem ook ergens in. We sturen hem ook gewoon naar België. Zo. KS Eupen is de volgende wedstrijd. En dat gaan we afwijzen, want ik ben opnieuw genomen. Oké, de wedstrijd in de Melamco Arena. Ik ben zelf ook eens in het stadion geweest. Alleen, ja, ik ben niet. Er was toen op dat moment wel geen wedstrijd, dus ik heb geen wedstrijd gezien van Gent. Maar laten we toch hopen dat we nu in deze wedstrijd 3 punten kunnen pakken. En we zijn weer achter. Ja, het is geen goed begin. Wat is er nu? Penalty! Oh jee. 0-2. We spelen ook nog eens thuis. En tegen Eupen, oké. Ik ben niet zo goed in FIFA, kom ik net achter. Hij remt zo. Schiet en hij scoort. Deze goal is belangrijk. Onze verdediging is een gatenkaas, maar we kunnen uiteindelijk dan toch nog eens scoren. Dus dat is dan weer mooi. De Poitre. Schiet van afstandje. En hij scoort ook. 2-2. Zo kunnen we achterstand snel ombuigen. En dit is toch wel een mooie comeback. Oh jee.
achter. Wat? Oké, ik heb zeker niet op de tijdigers nodig. Als dat weet in de reacties wie ik moet kopen als verdediger, want dit is echt een hel en verdediging. We bevonden ze natuurlijk blij met deze overwinning. Ik ben alles behalve blij met dit resultaat. Weer spelers trainen, maar we hebben zeker versterking nodig, dus laat even weten in de reacties welke spelers ik moet halen. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video, want ik ben van plan om maar 2 wedstrijden te doen per video. Dus in de volgende video beginnen we dan tegen, zien we zo weer, tegen mijn schoen, dus dan moet het beter. Dus bedankt voor het kijken naar de video en dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei doei!